Ja, vrienden, weer een update over de BNB Vol Liefde. Ja, ik word wel gedwongen gewoon. Er was gewoon te veel spektakel. Heb je het allemaal gezien? Ja, laten we maar even gelijk beginnen met naveltruitje. Ja, want die was helemaal klaar, hè? Met die Sven, weet je wel, bijgenaamd Kramer. En die Kramer, die was in één keer weer oké. Ja, die werd even overhoord. En die gaf volgens naveltruitje de goede antwoorden. Oh, hij gaf de goede antwoorden. En toen was hij weer oké. Dus, en nou zit ze, ja nee, we gaan het onderzoeken met Kramer. Maar die Kramer, er zit geen grammetje humor aan. En die kan zo aan het werk bij het ministerie van Serieuze Zaken. Nou goed, laat die naveltruitje maar gaan. En daar hadden we natuurlijk onze fluisteraar. Ja, de paardenfluisteraar, die Hans in Frankrijk. Ja, zeg maar Ivanhoe op dat paard. Nou, in ieder geval, hij had die ene vrouw had die weggestuurd, die videodame. Die Annemarie, weg, hup. En toen bleef hij over met die Petra, met die Poesimau. Maar goed, die fluisteraar, dat is eigenlijk gewoon een hele rare snuiter. Ja, dat is het. Ja, een beetje rare figuur. Ja, en heel erg met zichzelf bezig. Ja, en die laat die Poesimau maar zitten. Ja, die vindt dat natuurlijk wel nog een soort van gezellig. En wel handig om die rond het huis te hebben. Maar ja, daar is die Poesimau niet voor gekomen. Dus die moet, woep, spoorslags verdwijnen daar. Dan schakelen wij snel door naar Oostenrijk, naar Jodelaiti 2. Nou, vrienden, wat we daar hebben gezien allemaal. En daar kwamen ook weer traantjes over de wangen. En toen ineens kreeg Jodelaiti, die kreeg een aanval van zelfkennis. Ja, want die zei in één keer, die zei, ja, maar ik ben eigenlijk niet zo leuk. Nee, want ik ben af en toe doe ik heel raar. Ja, dat klopt. Jodelaiti 2, dat weten wij. Ja, en dan haken mannen gewoon bij mij af. Ja, dat is volkomen te begrijpen. Dat snappen wij. Maar goed, doordat ze dat zei, ja, kreeg ze toch ook wel weer iets aardigs. Die Jodelaiti 2. Toen dacht je, nou ja, oké. Als je dat zelf ook allemaal ziet. Maar, vrienden, wat gebeurde er toen weer? Ja, wij worden emotioneel, worden we daar helemaal heen en weer gegooid in die BNB Vol Liefde. Want toen zei ze weer van, ja, ik vind jou wel leuk, hè, tegen die huisman. Ja, dat is een goed zak. En die huisman, en toen zei ze, ja, maar ik heb 2 kinderen. En die noemden zij dan de 2 draakjes. En die kinderen, ja, daar kan niet nog een persoon bij. Haha, wat een gezwets. Wat is dat nou allemaal? Dus, weet je wel. En toen vond ik haar ineens weer minder aardig. Toen dacht ik, ja, je bent toch een beetje Jodelaiti. Ja, in dat hoofd. Ja, dat is wel aan de hand bij haar. En wat gebeurde er toen? Toen kreeg huisman, die kreeg weer een aanval van begrip. En die snapte dat allemaal weer. En die knikte weer ja en amen. En die wordt dus nu afgeserveerd. Fijn, daar zijn we mee klaar in Oostenrijk. Zij blijft alleen. En schakelen wij heel snel door naar Madeira, naar Reddeketet met haar kakkie neus, die Tjerk. Heb je dat gezien? Die man. Gingen ze dus iets doen en er werd een fotootje van gemaakt en dan ging hij afdingen. Afdingen, kakkie neus. He, ons soort mensen. Ja. Ging je afdingen op de foto? Oh, zeg. En toen er afgerekend moest worden ergens bij een kassaatje bij me. Met hield hij zijn hand op de knip, hoor. Ja, toen was hij even niet thuis. Nee. Dus we gaan wel heel erg chic doen daar. En we zijn wel heel erg ons soort mensen. Maar we zijn heel erg goedkoop. Ja, dat zijn wij. Ja. En we zijn ook hele erge centenneukers. Ja, dat zijn wij. Het is toch verschrikkelijk, vrienden. Het is toch niet te harde. En daarom wisten wij al, dat gaat niks worden.
Tussen red ik het tijd, want hij is ook te veel. Ook een beetje een vervelende vrouw. En hij is ook heel erg vervelend. Dus vervelend en vervelend. Ja, dat kan soms samengaan, maar in dit geval lukte dat dus ook niet. En toen kregen we dus de bespreking van vervelend en vervelend. Die, zeg maar, hun daten gingen analyseren. En dat gebeurde dan op een hele... We kregen een fantastisch inkijkje hoe ons soort mensen dat doen dan. Hè? Want dat ging dus heel zakelijk en heel afstandelijk en eigenlijk heel klinisch. En de een zei van, nou ja, mijn hart klopt niet uit mijn lijf voor jou. En de ander die zei van, ja, ik miste toch een beetje de warmte. Nou, mooi zeg. En daarmee was het dan gedaan. En toen kregen we dus een salvo aan Engelse open deuren trappen. Dus toen was het van no hard feelings. Friendship. Ja, friendship. And it takes two to tango. Hoeveel open deuren wil je hebben? Ja, zo doen we dat bij ons soort mensen. Walgelijk gewoon, walgelijk. Vrienden, het was weer om te smullen. En ik kijk alweer uit naar de laatste 2 dagen.